wintermaanden heb ik als QVS-patiënt dagelijks het gevoel dat ik griep ga krijgen. Wat er ook maar in de lucht hangt, mijn lijf reageert erop. Recent heb ik griep gehad en de nasleep hiervan is heel lang, want ik blijf gewoon verkouden. Nou, wellicht heeft Ruud Rijmakers hier een verklaring voor. Want in het Radboud UMC in Nijmegen doet hij onderzoek naar terugkerende bovende luchtweginfecties bij het Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Ik zeg, tijd voor een bezoekje. In de wintermaanden heb ik dagelijks het gevoel dat ik griep ga krijgen en mijn verkoudheid duurt ook heel lang. Hoe kan dat nou? Dat is wel een interessante observatie, want dat is ons eigenlijk ook opgevallen hier op de polykliniek. Dat eigenlijk heel veel patiënten met de Q-koortsvermoeidheidssyndroom aangeven dat ze het gevoel hebben dat ze sneller en heviger verkouden zijn sinds hun acute Q-koortsinfectie. En dat is natuurlijk een hele interessante observatie die wel enigszins rijmt met onze theorie dat wij denken dat de Q-koortsbacterie tijdens een acute infectie de afweercellen op een dusdanige manier kan veranderen dat ze daarna sneller en meer ontstekingsstoffen kunnen uitscheiden. Dat dus ook de klachten van QVS zou kunnen verklaren. Maar je kan je voorstellen als die afweercellen sneller en meer ontstekingsstoffen kunnen uitscheiden en ze komen in contact met een enigszins normale prikkel zoals het verkoudheidsvirus, dat ze dan ook veel heftiger op zullen reageren. En dat klachten als koorts, hoofdpijn, spierpijn en dergelijke als veel heftiger en sneller worden ervaren. Dat heeft ons toe geleid dat wij het onderzoek willen gaan doen waarbij we eigenlijk willen gaan kijken hoe afweercellen reageren op een prikkeling met de Q-koortsbacterie. Of er dan bepaalde structurele veranderingen gaan optreden rondom het DNA van die afweercellen, waardoor er sneller en meer van die stoffen worden aangemaakt. Vervolgens gaan we kijken of we deze structurele veranderingen ook kunnen terugvinden in de afweercellen van de QVS-patiënten. En we willen gaan kijken of we die kunnen gaan terugdraaien met medicijnen. En dan gaan we dan om te beginnen in reageerbuizen doen. Dus dit is een laboratoriumstudie? Exact. Sterker nog, we zijn op dit moment bezig in het laboratorium om gezonde afweercellen, of afweercellen van gezonde mensen, laat ik het zo zeggen, om die te prikkelen met de Q-koortsbacterie. We geven ze dan even de tijd de rust. Dan gaan we naar het DNA kijken en dan gaan we kijken welke stukjes van het DNA nou zijn aan- en uitgezet. Dat is door eiwitten rondom het DNA. Vervolgens gaan we de afweercellen nog een keer prikkelen met het verkoudheidsvirus, of in ieder geval stukjes van het verkoudheidsvirus. En dan gaan we kijken of die afweercellen dan ook daadwerkelijk meer van die ontstekingsstoffen gaan produceren. En dat is iets waar we nu mee bezig zijn. En uiteindelijk willen we dat ook gaan toetsen dus in de afweercellen van de QVS-patiënten. En gaan we dus ook nog kijken met medicijnen of we dat kunnen terugdraaien. Dus dit is eigenlijk een heel belangrijk onderzoek, want dat betekent dat ik in de toekomst minder last zal hebben van de griep. Ja, dat zou heel mooi zijn. Dat is natuurlijk ook ons streven en dat gaan we dus ook onderzoeken. Maar dit onderzoek zal dus alleen plaatsvinden nog in reageerbuizen. En wat we hier dus uit kunnen halen, zou een mooie nieuwe lead zijn, een nieuwe aanleiding eigenlijk voor een therapie voor de klachten bij Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Maar voordat zo'n therapie op de markt kan worden gebracht, moeten er nog wel een hele hoop andere onderzoeken aan volgen. Maar we gaan wel kijken naar nieuwe mogelijkheden dus. Zijn jullie inmiddels achter hoe het nou komt dat patiënten in de winter, patiënten met QVS, in de winter zo vaak verkouden zijn? Ja, dat was inderdaad de observatie die hebben we gedaan op onze polykliniek. Dat QVS-patiënten aangeven dat ze sinds die acute Q-koortsinfectie eigenlijk vaker en heviger verkouden zijn. Dus wat we hebben gedaan, we hebben de afweercellen van deze patiënten die hebben we geïsoleerd. En die hebben we vervolgens geprikkeld met stukjes virus. Zoals bijvoorbeeld verkoudheidsvirus. En wat we vinden is dat ten opzichte van gezonde proefpersonen, is dat de afweercellen van deze mensen echt een stuk minder ontstekingsstofjes produceren wanneer we ze prikkelen met die stukjes virus. En deze ontstekingsstofjes zijn juist cruciaal voor het adequaat verwijderen eigenlijk van virussen uit het lichaam. Ten tijde van de winter bijvoorbeeld. Daarnaast hebben we gevonden dat deze verminderde productie van ontstekingsstofjes waarschijnlijk epigenetisch gereguleerd is. En wat is dat, epigenetica? Nou, epigenetica is eigenlijk de theorie dat het DNA aan en uit kan worden gezet. Bepaalde stukjes van het DNA kunnen moeilijker of makkelijker toegankelijk zijn voor vertaling door bepaalde eiwitten die om het DNA heen zitten. En wat hier dus mogelijk heeft plaatsgevonden bij de QVS-patiënt is dat die acute Q-koortsinfectie ervoor heeft gezorgd dat het DNA, dat verantwoordelijk is voor de productie van die afweerstoffen, dat wat moeilijker toegankelijk is geworden.
En dat er daardoor ook minder van deze stoffen worden aangemaakt, juist in de tijd dat het nodig is. Juist in de tijd dat die virussen om de hoek komen kijken, bijvoorbeeld in de winter. Zou dit verklaren waarom QVS-patiënten nou eerder ziek worden of juist waardoor ze langer ziek blijven? Nou, dat zou het eigenlijk beide wel kunnen verklaren. Doordat er minder van die ontstekingsstoffen kunnen worden geproduceerd, heeft het virus wat makkelijker de kans om zich te manifesteren. Dus mensen kunnen wat sneller ziek worden. Maar omdat het DNA daar wat minder toegankelijk blijft ook, kan het ook wat makkelijker gaan delen en kan het wat makkelijker uitbreiden en kun je dus langer ziek blijven. En is dit dan te behandelen met een medicijn? Nou, met ons onderzoek hebben we aangetoond dat dit waarschijnlijk epigenetisch bepaald is. En met vervolgonderzoek zouden we zeker kunnen gaan kijken, want we hebben nu bepaalde aangrijpingspunten gevonden. We zouden zeker kunnen gaan kijken of met medicijnen die aangrijpingspunten kunnen aanpakken en kijken of we dat DNA misschien juist wat meer open kunnen gaan zetten. Zodat als er weer eens een keer een virus erbij komt, dat er meer van die stoffjes kunnen worden geproduceerd en of dat dan ook effect heeft op de klachten die een QVS-patiënt ervaren in de winter. Dus sneller en heviger ziek worden van virussen. Dus wij kunnen voortaan griepvrij de winter door? Nou, zover zijn we nog niet. Er zullen nog veel onderzoeken moeten volgen, maar mogelijk in de toekomst.